Op dit moment bouwen wij een luchthaven die klaar is voor in het begin 10.000 vliegtuigbewegingen. En uiteindelijk groeien we naar een maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Ja, om zo'n groei door te maken hebben we heel veel verschillende systemen. Wij hebben gezorgd voor de infrastructuur en dat komt allemaal samen in ons datacentrum. Hierbij heeft Syscon ons geholpen, samen met XCT en Schneider Electric. Voor ons een heel belangrijk punt dat geen systeemuitval is. Dus dat betekent dat we hebben gezorgd voor redundante systemen. Wat betekent dat op het moment dat een systeem uitvalt, het andere systeem het naadloos overpakt. En dat is belangrijk, omdat je voor kunt stellen op een luchthaven, de beschikbaarheid een hele grote rol speelt. De systemen moeten het altijd doen. Wat ook erg belangrijk is een stuk schaalbaarheid van de oplossing. De luchthaven heeft een bepaalde start, maar de luchthaven heeft ook een bepaalde groeiverwachting. Nou, dat is belangrijk dat de systemen die je neerzet, dat die ook mee kunnen groeien naar de toekomst. Duurzaamheid is voor de luchthaven ontzettend belangrijk. Bij het bouwen van een datacentrum hebben we gekeken hoe we dat het best kunnen toepassen. En dat is voornamelijk op energiebesparing. Wij zijn verantwoordelijk geweest binnen de nieuwe terminal voor het bouwen van datacenters. En daar is de vraag gesteld om naar een hoge beschikbaarheid te kijken en een hele duurzame oplossing. De grootste energieverbruiker binnen een datacenter is koeling. Dus je wil eigenlijk proberen om jouw energieverbruik op koeltechnisch gebied zo laag mogelijk te houden. We maken nu gebruik van twee koelmachines. Die twee koelmachines zijn aan elkaar gekoppeld. Die zorgen ervoor dat de buitenlucht gebruikt wordt. Dus dat daar dus eigenlijk bijna tot geen energie bij komt kijken. Veiligheid en security is voor een luchthaven ontzettend belangrijk. Dat hebben we middels een toegangsbeheerssysteem toegepast op ons datacentrum. De engineers hebben op deze manier alleen toegang tot de racks waarvoor ze toegang hebben verkregen. Wij zijn zeker trots als XCCT dat wij in combinatie met onze partner Schneider zo'n mooie oplossing hebben neer kunnen zetten. Ja, een stuk duurzaamheid, beschikbaarheid, die twee dingen zijn toch wel belangrijke pijlers. En ik denk dat we door het bouwen van dit datacenter wel hebben kunnen laten zien dat we dat op een hele goede en mooie manier hebben weten te volbrengen. Lelystad Airport is absoluut klaar voor de toekomst.